Welkom bij een gloednieuwe video van de Sketchflower. In deze video bespreek ik het nieuwe album van FC De Kampioenen, de knecht van tante Eulalie. En waarover gaat dit album? Dit album gaat natuurlijk over de tante van Doortje. Die is al vaker verschenen in de albums van FC De Kampioenen en steeds... ja... denken ze dat ze dood is en dan is ze plots weer levend. Maar deze meneer hier, die kennen we, die is namelijk DDT. En DDT is de knecht van tante Eulalie. Die is dus vervroegd vrijgekomen op voorwaarde dat hij een eerlijke baan zoekt. En die heeft hij gekregen, maar... dan ontdekken de spelers van FC De Kampioenen dat... deze DDT en zijn mama achter de 120 miljoen zit van de tante. En Paul zit er natuurlijk ook een beetje achter. Het is een geweldig album. Ik heb hem met veel plezier gelezen. En wil je meer van dit soort video's, dan zou ik zeggen abonneer op de Sketchvlogger. Vergeet deze video niet te liken. Deel deze video ook met je vrienden. En dan zie ik jullie in een volgende video. Daag!